burgemeester Rick Gerritsen het woord. Van harte welkom hier in het Huis voor de Stad. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen er vanmiddag hier naartoe zijn gekomen om met elkaar dit nieuwe jaar 2019 in te luiden. En ook dit jaar doen we weer dat op de manier die we langzamerhand een beetje gewend zijn met elkaar. Een nieuwjaarsfestival met optredens, met vooral veel ontmoeting en begroeting met en voor elkaar hier in het Huis voor de Stad. Afgelopen jaren is dat geweldig bevallen. Ons althans, en ik hoop u als bezoeker niet minder. We zijn hier bij elkaar met allemaal verschillende mensen. Ik heb net een hele lange rij van bezoekers voor me heen zien trekken die mij en ik hun goede wensen heb mogen geven. En die mensen waren allemaal zo divers als de Almeloze samenleving is. En daar ben ik heel blij om. Maar die mensen hebben ook allemaal één ding gemeen met elkaar. En dat is betrokkenheid. Betrokkenheid met onze gemeente, de gemeente Almelo. Betrokkenheid met de stad, betrokkenheid met Bornebroek, betrokkenheid met Adorp, met de wijk, met de buurt waarin ze wonen, waarin ze werken, waarin ze leven, waarin ze opgroeien. En betrokkenheid ook met de mensen in die wijk, in die buurt, in dat deel van de stad en in dat dorp. Betrokkenheid bij buren, dichtbij, maar ook betrokkenheid gelukkig met mensen soms heel ver weg in de wereld. Onder de aanwezigen vandaag heb ik ook heel veel mensen gezien die hun betrokkenheid in woord en in daad ook echt omzetten. Als ondernemer, in het groot bedrijf of in het midden- en kleinbedrijf. Als bestuurder of als medewerker van allerlei maatschappelijk betrokken organisaties die rijk zijn. Of als vrijwilliger bij een van de bijna ontelbare stichtingen en verenigingen in onze stad. Tot mijn grote plezier en ik hoop ook tot uw plezier zijn we met elkaar in deze stad gezegend met een rijk en uitbundig geschakeerd verenigingsleven. Wat best bijzonder is voor een relatief grote gemeente als Almelo. Het toont de verbondenheid van mensen met onze gemeenschap. Gisteravond nog was ik te gast bij ASV 57, een perfect georganiseerde, prima gefinancierde, mag ik er ook bij zeggen, goedlopende voetbalclub in Adorp. Wat een ontzettend goede sfeer die ik daar aantrof. En binnenkort brandt het carnaval los bij de jubilerende 44-jarige carnavalsvereniging in Bornebroek. Hetzelfde dorp dat zijn eenheid elk jaar laat zien met de schitterende Pinksterfeesten die ze organiseren. In de wijkcentra in onze stad, op de sportparken, overal zie je, als je goed kijkt, bloeiende verbanden van enthousiaste mensen die met elkaar een hobby of een sport beoefenen. Die met en voor elkaar willen zorgen. En dat alles, dames en heren, maakt onze gemeenschap veerkrachtig. Dat alles maakt onze samenleving toekomstbestendig. Wat er ook gebeurt, wat voor tegenslag ons ook overkomt, wij knokken ons er altijd weer uit. In het klein en in het groot. Dankzij gemeenschapszin, dankzij uw betrokkenheid, dankzij de betrokkenheid van de mensen die u vertegenwoordigt met de stad of het dorp of deel van de gemeente waarin u woont en werkt. En ik maak heel graag van deze gelegenheid gebruik, die heb je namelijk niet heel vaak, om tegenover u en misschien ook wel over uw hoofden heen namens het voltallige gemeentebestuur onze enorme waardering uit te spreken naar alle mensen die zich vrijwillig hebben georganiseerd in allerlei maatschappelijke verbanden. Hier in huis noemen we dat in jargon het maatschappelijke middenveld. Maar feitelijk is het gewoon simpelweg de kurk waarop onze gemeente drijft. En deze gelukkig talloze mensen, en een deel ervan is hier, deze mensen houden de boel bij elkaar in onze gemeenschap. Dat doen gemeentebesturen niet, dat doen de mensen die in die stad wonen. Dag in, dag uit. Zij maken de stad. Letterlijk, maar ook figuurlijk. En tegelijk vormen ze een belangrijke pijler voor de lokale democratie. Die in dit huis is ondergebracht en die in de straten van deze stad zijn werk doet. Omdat die mensen individueel, maar ook collectief, als ze met elkaar zijn verbonden, in staat zijn om onze politieke besluitvorming te beïnvloeden. Op het gebied van sport, cultuur, op het gebied van bedrijfsleven, economie, sociaal gebied, zijn ze er. En ik roep u op, blijf ons alstublieft kritisch en constructief volgen. Want een sterk maatschappelijk middenveld, het is een lelijk woord, maar dat sterke maatschappelijke middenveld is de basis
voor een voorspoedige ontwikkeling van onze stad, van onze gemeente. De overheid heeft die zelfstandige, die zelfbewuste organisaties ook hard nodig. Ik zeg het er heel graag. Want het is niet meer zo dat we hier in het stadhuis kunnen bedenken dat we alles beter weten dan u. Dat we alles beter kunnen regelen dan u. Dat we alles in de samenleving moeten inregelen, moeten berekenen en uitwerken voor een ander. De gemeente heeft een andere taak. De gemeente is er om ontwikkelingen mogelijk te maken, niet om dingen moeilijker te maken. En dat vergt terugtreden. Dat vergt dat we afblijven van dingen als die op eigen kracht goed gaan. En er gaat ongelooflijk veel op eigen kracht goed in onze gemeente. En de gemeente, het gemeentebestuur, wint aan vertrouwen door het te geven. Aan mensen die initiatieven nemen in hun wijk of in hun buurt. Aan ondernemers die de handen ineens slaan om hun winkelgebied te verfraaien. Wij realiseren ons hier in het stadhuis steeds beter, elke dag, hoeveel kracht, hoeveel energie, hoeveel inventiviteit er in de samenleving is. Wij geloven in die kracht. De competenties en de talenten van iedere Almeloer, van elke A-dorper, van elke Bornebroeker. Neem bijvoorbeeld het initiatief Start Je Winkel, dat een vliegende start geeft aan beginnende ondernemers in onze binnenstad. Als u gaat winkelen in de stad, als u rondloopt door die binnenstad, dan ziet u, het kan u niet ontgaan, zijn nieuwe winkels in pandjes die eerst leeg stonden. En die zijn er gekomen doordat winkeliers de handen ineens slaan om elkaar te helpen een start te maken met een winkel, met een onderneming in die binnenstad. Waar we aanvankelijk zorgelijk keken naar de leegstand, naar lege etalages, zien we dat de winkelruimte weer gevuld wordt. En dat komt door dat initiatief dat ondernemers zelf genomen hebben. Of neem het bewonersinitiatief in de Hagedoornschool. Een soort troetelkind van het gemeentebestuur zou je bijna kunnen zeggen, want we praten er heel veel over. Maar het is een fantastisch voorbeeld van hoe buurtbewoners volhardend in hun eigen overtuiging en soms tegen de stroom in toch voor elkaar krijgen dat ze een buurtkamer inrichten in een leeg schoolgebouw. En daarmee zo succesvol zijn dat allerlei andere, soms ook commerciële en professionele instellingen daarbij willen horen. Aangestoken als het ware door het succes van individuele of in groepen georganiseerde inwoners van de stad. En op die plek, in het Nieuwstraatkwartier, het Goosemaatpark, zorgen ze ervoor dat het Nieuwstraatkwartier een wijk met een geweldige toekomst wordt. Juist dankzij de inzet van inwoners, van bewoners en ondernemers ter plaatse aan die Nieuwstraat. Het gemeentebestuur heeft maar eigenlijk maar één taak. En dat is het bewaken dat de samenleving van de inwoners is. En niet andersom. Dit gebouw, een fantastisch mooi gebouw, en alle deskundigheid, alle inzet, alle creativiteit die onze medewerkers elke dag laten zien, en dat doen ze, van deze vloer tot de bovenste verdieping, is er daarom voor u, voor de stad, voor de mensen die in deze stad wonen en werken. Wij willen het u mogelijk maken om in uw wijk of in uw buurt initiatieven te nemen. Wij willen u de ruimte geven om met uw bedrijf of met uw winkel te groeien. Dat is de boodschap die wij u willen geven. En dat vergt dat we elkaar hier in huis, maar ook in ons contact met u, goed verstaan. En over de doelstellingen, dames en heren, kan geen discussie zijn. In Almelo kan, mag en moet iedereen meedoen. Iedereen heeft talenten, iedereen heeft vaardigheden, iedereen heeft competenties. Iedereen kan op zijn eigen manier, in het groot of in het klein, meedoen. Bijdragen aan een beter, aan een plezieriger, aan een mooier Almelo. Ook jongeren. Vooral jongeren, zou ik bijna zeggen. Laten we maar vaker een beroep doen op jongeren in onze samenleving. Wist u dat bijna de helft van de jongeren in Almelo op de een of andere manier actief is als vrijwilliger? Ik wist het niet. Toen ik het hoorde, stond ik er echt wel een beetje verbaasd van toen men mij die cijfers liet zien. Mensen zijn actief, jonge mensen, op het vlak van sport, cultuur, maar bijvoorbeeld ook op het volgen van de politiek. We hebben een jongerenraad in Almelo die zich gevraagd en ongevraagd bemoeit met de politiek. Niet omdat dat zo leuk is in het heden, maar omdat waar we het vandaag over hebben hun toekomst is. En wat te denken van Laura van Leeuwen, 17 jaar oud, en Ruben Slaat, hij is hier aanwezig, 7 jaar oud, prachtige voorbeelden. Kom er even bij, Ruben. Prachtige voorbeelden van, daar ben je, van actieve jongeren. En hij, Ruben Slaat hier naast me, maar ook Laura van Leeuwen hebben zich de afgelopen jaar heel erg verdienstelijk gemaakt met vrijwilligerswerk. Ze zijn uitgeroepen tot winnaars van de, weet je het nog, de Junior Stadsprijs 2018. En
Ik pak even de microfoon erbij. Wat ben je dan geworden, Ruben? Junior burgemeester. Ja, junior burgemeester. Ja, daar mag u voor applaudisseren. En Ruben, bevalt dat een beetje? Ja. Binnenkort gaan we samen op stap, hè? Wanneer wil ik graag eens een keer komen kijken in jouw buurt. Kan dat? Ja. En ben je nog een beetje druk met dat mooie vrijwilligerswerk wat je deed? Ja. Wat doe je zoal? Wat kun je dat vertellen? Opruimen. Opruimen. Afval opruimen. Ja, absoluut. Dankjewel, Ruben. Ruben, zo jong als hij is, zet zich in voor een schone, een opgeruimde wijk. In Schelfvorst, waar hij woont. Schelfvorst was het, hè? Daar zorgt hij ervoor dat waar mensen, en we doen het allemaal soms wel eens een beetje onderdacht, rommel laten liggen, het opgeruimd wordt. En zelfs met 7 jaar, ik ben ook heel blij dat de jury hem uiteindelijk ook die prijs heeft gegeven, zelfs met 7 jaar kun je verantwoordelijkheid voelen voor het dorp, voor het deel van de stad, voor de stad als geheel waarin je woont. En dat is ontzettend knap. En ik ben ook heel blij en trots dat Ruben die prijs gewonnen heeft. En zo zijn er, dames en heren, nog heel veel andere actieve jongeren in Almelo. Laten we ze maar heel vaak proberen te betrekken bij de stad. Gebruik maken van wat ze weten, gebruik maken van wat ze kunnen en over hoe zij naar hun toekomst kijken. Dames en heren, aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we met optimisme en met nieuwe energie vooruitkijken. Want het gaat goed met onze gemeenschap. Het gaat goed met Almelo. Steeds minder mensen zijn aangewezen op een uitkering. Het aantal banen in onze regio en ook in onze stad groeit. Almeloze ondernemers winnen prestigieuze prijzen voor hun vernuft, voor hun vakmanschap. Bedrijvigheid in Almelo staat in nationale en internationale belangstelling. En in de wijken en in de dorpen zie je dat er gebouwd wordt. Huizen, nieuw, soms worden ze verbouwd. Er is activiteit in de stad. Er wordt op een indrukwekkende manier gewerkt aan de vernieuwing van onze binnenstad. Het ziet eruit, ja, je zou bijna kunnen zeggen, het ligt in puin. Het ligt in puin om nieuw op te kunnen bouwen. We gaan de haven doortrekken, we brengen water terug. En we zorgen ervoor dat iedereen die activiteiten in die stad wil ontplooien, daar ook een mooie gelegenheid, je zou bijna kunnen zeggen, een fantastisch podium voor gaat krijgen. De evenementen, dames en heren, vliegen je om de oren in onze stad. Onlangs nog het zeer succesvolle Bethlehem Boulevard, dat niet alleen in Almelo, maar ook van ver daarbuiten heel veel belangstelling heeft gekregen. En u zou het eens moeten doen, en ik hoop dat u het al heel vaak ook doet. Een gang door de stad geeft je het gevoel dat we aan een nieuw begin staan met elkaar. Voor onszelf en voor de regio waarvan wij onverbrekelijk deel uitmaken. Want vergis u niet, onze werkgelegenheid is werkgelegenheid voor Twente. Ons onderwijs in al zijn diversiteit, voorbereidend onderwijs, maar ook beroepsonderwijs, is onderwijs voor Twente. Onze zorgvoorzieningen, onze schouwburgen, onze culturele instellingen, ze zijn er voor Twente. En dat maakt het belang van de dingen die wij hier in huis en het belang van de dingen die u bij uw vereniging of bij de instellingen die u vertegenwoordigt doet, vele malen groter dan we vaak zelf zien. Maar terug naar hier. De stad waarin wij wonen, de dorpen waarin we leven, die worden niet gemaakt door stenen en beton. De stad is niet een optelsom van banen en onderwijsinstellingen. De stad bestaat niet omdat er een ziekenhuis is of omdat er een theater is. De stad, dames en heren, wordt gemaakt door mensen. Van allerlei plumage en uit alle windstreken van de wereld wonen ze hier, leven ze hier en werken ze hier. In Almelo staan mensen centraal. Als er dingen goed gaan, en er gaat heel veel goed, dan is dat omdat wij hen perspectief willen geven. Werk, kansen voor hun kinderen, groei, bestaanszekerheid, inkomenszekerheid, dat is waar we het met elkaar voor moeten doen. Dames en heren, het is ontzettend goed dat we hier met elkaar bij elkaar komen. In dit huis voor de stad, het huis van uw stad. Het is goed en volgens mij ook heel erg plezierig om op de drempel van het nieuwe jaar elkaars hoop en elkaars toekomstverwachting te delen en met elkaar te praten over hoe we samen verder gaan. Ik zie er naar uit om nu, maar ook het komende jaar, veel en vaak van die gesprekken met u te mogen hebben. En ik hoop dat dat verlangen ook wederzijds is. Ik wens u allen heel veel heil en zegen in het nieuwe jaar toe. Dank u wel.